Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Ik wil je even iets heel belangrijks vertellen. Even iets heel leuks vertellen natuurlijk ook. Van afgelopen zaterdag. Wij staan bovenaan op dit moment. Wij staan met VV Trinitas bovenaan. VV Trinitas Oosterwijk G1 op nummer 1 met 3 punten. We hebben met 9-4 gewonnen van Best Vooruit. Dat is een andere ploeg, volgens mij uit Best als het goed is. Maar dat maakt niet uit, we hebben in ieder geval gewonnen. 9-4 gewonnen thuis. En in ieder geval een goede start van het seizoen. En wij moeten, team die moet 3 februari uitspelen bij OVC 26 G3 JM. En als wij daar winnen, dan komen we op 6 punten. En als wij thuis spelen tegen de vrouwen van SVG G4 uit Tilburg. Dat zijn de G4 vrouwen. En zij komen dan naar ons toe op 24 februari. En dan sluit ik in ieder geval weer aan bij de volgende thuiswedstrijd. Als wij die wedstrijd winnen, dan komen we op 9 punten. En dan staan we in ieder geval lekker bovenaan. En dan kunnen we in ieder geval praten over het kampioenschap. Want dat is nu nog in ieder geval te vroeg om over te praten. We hebben in ieder geval nog genoeg wedstrijden te spelen. We spelen in ieder geval tot en met 11 mei wedstrijden. En dan gaan we het wel zien wat het gaat worden. En wat dit jaar het gaat worden. En mijn oude team speelt ook thuis. VV Gorecht G1 thuis. Tegen HS88 G1 Hoogezand Sappemeer thuis. Om 3 uur op 2 maart. En wij spelen dan, als het goed is, uit op 2 maart. Tegen Best Vooruit G2G uit. Om 11:30 en Gorecht speelt dan om 3 uur. Volgens mij, als het goed is, thuis tegen op 2 maart tegen HS88 Hoogzand Sappemeer om 3 uur 's middags. En we gaan het gewoon zien wat beide teams gaan doen en wat wij allemaal gaan doen en wat zij doen. Ik hou hun natuurlijk ook in de gaten en zij mij natuurlijk ook. En we gaan het gewoon zien wat het gaat worden. Maar goed, we gaan nu even over de volgende wedstrijd hebben. Aanstaande zaterdag 3 februari speelt mijn team uit bij OVC 26 G3 JM. En daar moeten wij in ieder geval de 6 punten pakken. En dan spelen SVG G4 vrouwen uit Tilburg thuis tegen JK uit Bavel uit Breda. En die spelen dan ook om 11:30. Wij spelen in ieder geval 24 februari thuis tegen de vrouwen van SVG G4. En nu op 3 februari speelt mijn team uit bij OVC 26 G3 JM om 11 uur 's morgens. En dan spelen SVG G4 vrouwen uit Tilburg thuis tegen JK uit Bavel uit Breda thuis om 11:30. Dus als mijn team wint, dan komen we op 6 punten. En als wij thuis winnen van de SVG G4, dan komen wij op 9 punten. Dus dat is in ieder geval een hele goede start. Als wij die winnen, het zou zo mooi zijn dit jaar op de platte kar. En dan gaan onze coaches gaan de douches in met ons. Hatsa! Die gaan bij ons even de douches in. Daar gaan wij voor zorgen. Dat komt wel goed. Dus wij hopen dat hun dat ook leuk gaan vinden in ieder geval. Maar goed, we gaan het allemaal wel zien. En nog niet over het kampioenschap praten, want daar is nog een beetje te vroeg om allemaal over te gaan beginnen. En jongens, ik wil jullie even mega bedanken voor alle volgers die ik heb gekregen de afgelopen tijd op mijn YouTube-kanaal. Echt mega bedankt. 251 volgers en kijk wat ik op TikTok heb gekregen, jongens. Niet normaal. Dat is toch niet normaal, jongens, wat voor volgers en likes. Ik ben over Naomi heen zelfs met likes. Dat is toch niet normaal, jongens. Ik heb Naomi ingehaald. Ja, 249. Zij blijft op 241 staan. Of 2541. Ik 249 likes. Dus kijk, ik ben er overheen, jongens. Ja, ik zei het. Het is me gelukt ook. Hatsa. Dus lekker begin van 2024 ook over mijn ex heen. Dat vind ik nog leuker. Des te leuker. Dat vind ik ook nog mooier. Dat ik dat voor elkaar heb beter te krijgen. Zoveel likes en zoveel abonnees heb gekregen op mijn YouTube kanaal. Echt, daar ben ik mega blij mee. En ook door iedereen die mij daarmee geholpen heeft. Met abonnees mij geven en mij steunen door de afgelopen tijd heen. Maar we gaan gewoon door, jongens. Het kampioenschap longt dit jaar, hopelijk. Dat wij kampioen worden, want ik wil ook wel eens een keer kampioen worden. Ik ben nog nergens kampioen geworden. En nu wil ik het ook worden ook. Dit jaar is mijn jaar.
En ik ga ook dit jaar proberen het kampioenschap binnen te hengelen. Ook voor jullie allemaal. Dan ga ik bewijzen dat ik de beste ben. Dan kan ik ook een keer tegen mijn oude team zeggen dat ik kampioen ben geworden. Kan ik ook een keer tegen hun zeggen. Dat zal wel echt leuk zijn. Maar ik kom natuurlijk ook een keer weer bij mijn oude team kijken. Bij de wedstrijden. Dat blijf ik sowieso doen. Dat doe ik altijd. En ja, ik steun hun ook in de volgende wedstrijden natuurlijk ook. En ja, ik hoop natuurlijk dat zij misschien ietsjes lager komen. Dat zou ik wel lekkerder vinden dat ik natuurlijk kampioen word. En dat zij ietsjes lager dan mij eindigen. Dat zou ik wel eigenlijk wel heel leuk vinden. En eigenlijk wel lekker vinden. Maar goed, dat is in ieder geval iedereen die dat leuk vindt natuurlijk. Dat vindt iedereen fijn. Maar goed, en ja, ik gun natuurlijk hun ook natuurlijk het allerbeste. Maar ja, we gaan het gewoon zien waar hun gaan eindigen en waar wij gaan eindigen. Wij moeten in ieder geval naar ons eigen team kijken. En ik moet naar mijn eigen team kijken. En met mezelf bezig zijn ook met de wedstrijden. En ja, ik moet niet te ver vooruit gaan kijken naar het kampioenschap. Want daar zijn we nog niet. Want zover zijn we in ieder geval nog niet. We mogen nog niet over het kampioenschap praten. Maar daar heeft iedereen het al wel over. En we hebben een hele leuke groep. En wij trainen goed op de woensdagavonden. En zaterdagochtenden altijd de wedstrijden. Dus dat is in ieder geval wel heel erg leuk. Dat wij al die wedstrijden kunnen winnen en mogen spelen. En ja, wij spelen nu, of zij spelen nu dus 3 februari weer. En ik train dan ook aankomende woensdag weer mee met de training. En dan doe ik 24 februari pas weer mee met de thuiswedstrijd. Thuis tegen de vrouw van SVG G4. En ja, dan speel ik in ieder geval thuis. En ja, hopelijk dat we die ook winnen. En dan gaan we naar de volgende wedstrijd toe leven. En dan gaan we kijken wat het allemaal gaat worden. Ook als we die er weer al allemaal weer uit en thuis winnen natuurlijk. En ja, gewoon wedstrijd voor wedstrijd nu gaan bekijken. En hopelijk dat wij kampioen gaan worden. Maar jongens, ik wil jullie heel erg bedanken voor alles. Alle abonnees die ik heb gekregen de afgelopen tijd. Maar ik wil jullie ook even iets heel belangrijks vertellen. Wat minder goed nieuws. Mijn moeder die heeft te horen gekregen... Mijn moeder heeft te horen gekregen dat ze, ja, hoe moet ik het zeggen, ja, borstkanker heeft. Dus dat is in ieder geval wel heel naar nieuws. Maar ik hoop dat alles goed komt en ook met mam. Ik weet dat je dit kijkt en ik hoop dat alles weer helemaal goed komt met je. En ik ben er ook 100% van overtuigd dat alles goed gaat komen met je. En hou je kopje erbij. En we gaan hele leuke dingen doen met elkaar. En ook alles komt weer helemaal goed. En ik hoop dat, ja, dat je weer helemaal gezond en beter wordt. En dat alles goed komt na de operatie en alle bestralingen. Dan gaan we gewoon daarna weer leuke dingen doen. En lekker op vakantie. We gaan het wel zien. En we gaan in ieder geval 10 februari gaan wij naar de Maaspoort. Dat is volgende week zaterdag. Dan zitten wij in het uitvak met onze Donau supporters. In het uitvak van de Donau in de Maaspoort. En dan 17 februari thuis tegen Feyenoord Basketbal in Martini Plaza. Donau thuis tegen Feyenoord Basketbal om 8 uur 's avonds. En 10 februari uit in de Maaspoort ook om 8 uur 's avonds. Dan spelen wij uit in de Maaspoort 10 februari met Donau Grunning. En dan zitten wij in het uitvak. En 17 februari zitten wij met... vrienden van ons gaan wij naar Donau thuis tegen Feyenoord Basketbal. Met 5 man gaan wij die kant op. En ik hoop dat wij een hele mooie wedstrijd gaan beleven. Want Feyenoord Basketbal is ontzettend goed, heb ik gehoord. En daar heb ik in ieder geval een dikke respect voor. Want ik heb ze gezien uit bij Landstede Zwolle. En Landstede ook gefeliciteerd thuis tegen ons Donau. Want jullie hebben gewonnen met 72-59. Helaas dat jullie hebben gewonnen. Maar goed, ja, zo is het nou eenmaal, jongens, in het basketbal. Het is niet altijd even eerlijk. Maar goed, wedstrijden worden gewonnen door andere teams. En ja, we gaan het gewoon zien wat het allemaal gaat brengen. En mogen wij in Den Bosch wel winnen en thuis op 17 februari in Martini Plaza winnen. Maar goed, we gaan het allemaal wel zien. En ik hoop jullie allemaal bij de volgende video's te zien. Natuurlijk ook weer bij de volgende vlogs, livestreams, video's. En ik zie jullie natuurlijk ook 10 februari volgende week zaterdag in de Maaspoort in Den Bosch. En 17 februari weer in Martini Plaza. Dus daarna gaan we ook weer wedstrijden spelen. En ik word natuurlijk gefilmd op 24 februari thuis
als ik de wedstrijd thuis speel. En er komt natuurlijk ook heel veel hulp van mijn moeder hier. En ja, mijn vader komt, vriendinnen komen van mijn moeder en zussen komen. Dus het komt allemaal goed. En ja, ik heb al genoeg gehuild, genoeg gejankt. Maar goed, dat is in ieder geval geweest. En ja, ik mag natuurlijk huilen. Als er iets is, mag ik natuurlijk gewoon huilen. En ja, dat wil ik natuurlijk niet laten merken in de vlogs. Want ik wil ook gewoon leuke dingen doen in de vlogs. Leuke dingen laten zien. En ja, maar het leven is niet altijd even roziger, jongens. Het leven is niet altijd even eerlijk. Maar goed, ook deze dingen horen erbij in het leven. Ja, ik zeg het ook maar gewoon. We gaan weer positief door en mijn moeder wordt eind februari ergens geopereerd en dan krijgen ze daarna allemaal bestralingen. En dan hopelijk dat het niet is uitgezaaid, dat hoop ik natuurlijk van harte van niet. Dus ja, we gaan het wel zien wat het allemaal gaat worden. Dit is in ieder geval geen leuk bericht, maar goed, ook weer naar de positieve kant kijken. We gaan gewoon door met alle leuke dingen en ja, hopelijk dat we ook snel op vakantie gaan. En op vakantie kunnen na alles. En dat hopelijk weer alles beter gaat worden. En dat mijn moeder ook weer helemaal beter wordt na alles. Want ze heeft natuurlijk dan ook heel veel pijn natuurlijk. Na die operatie. En ze moet dan 6 weken rusten zo. Ja, we gaan het gewoon zien wat het gaat worden. En ik ben er op deze tijd heel erg voor mijn moeder. En op dit moment ben ik er ook heel veel voor mijn moeder. En dat wil ik ook zijn. En dat begrijpen jullie ook wel. Dat ik even wat minder aan het vloggen ben. En ja, ik hoop weer heel veel leuke vlogs te gaan maken binnenkort. En ook weer 10 februari en 17 februari. En dan komen natuurlijk ook weer van de thuiswedstrijden van bij VV Trinitas Oosterwijk G1. Weer vlogs natuurlijk. Als ik weer gescoord heb natuurlijk. En als ik die wedstrijden daar speel, dan wordt het allemaal opgenomen. En dan kan ik dat in ieder geval online plaatsen op mijn YouTube kanaal. Dus jullie hoeven niks te missen van alle leuke dingen. Dus ik hoop dat jullie hier waardering voor hebben dat ik dit doe. En mij een beetje steunen in de aankomende tijd. En mij blijven steunen en mij blijven abonneren en blijven kijken. En ook mij begrijpen dat ik wat minder heb gevlogd. Maar ik ga gewoon door, jongens. Er komen weer leuke dingen aan. Dus hou mijn vlogs in de gaten. En ik zie jullie bij de volgende vlogs terug. En bij de volgende livestreams dus. Tot de volgende keer. En ik zeg zoals nu. Dikke, vette, peace. Laters, you know. Laters. Peace out. Oh ja, ik wil nog even 1 ding zeggen. De aankomende wedstrijd, dus volgende week zaterdag, begint om 8 uur in de Maaspoort. De tip-off. Nieuwheers Den Bosch, de aartsvijand van ons Donagrunning in Den Bosch. En daarna om 8 uur, s'avonds 17 februari, in Martini Plaza, Dona thuis tegen Feyenoord Basketbal. Om 8 uur, s'avonds dus. Wees erbij, koop je tickets, nu het nog kan. Er zijn nog een paar tickets te koop. Er zijn nog wat tickets, dus je kunt er nu nog heen. Dus koop die tickets en wees erbij. Tot de volgende. Later, peace out.